Welkom bij de Haagse Hogeschool. Dit prachtige gebouw ligt heel dicht bij station Hollandspoor, maar is ook zeker met de fiets makkelijk te bereiken. En een voordeel is, je fiets kan je hier beneden bij de Haagse Hogeschool veilig stallen. Daarnaast staat dit prachtige gebouw heel dicht bij het centrum. Als je oversteekt onder het Hollandspoor door, ben je zo bij allemaal leuke winkeltjes, leuke restaurantjes. Kan je dus weer met je klasgenoten leuk na school even naar het centrum toe lopen. Nou, kom je mee? We staan nu in het atrium. Het atrium is voor de ingang. Als je langs de ingang loopt, heb je ook direct de receptie. Als je dus verschillende vragen hebt of je weet niet waar je heen moet, kan je dat daar altijd vragen. Daarnaast bestaat hier in het atrium een café, dat is hier rechts van mij. Daarnaast heb je hier links heb je de kantine en het restaurant met super lekker eten. En de speakers corner hier links achter mij worden er verschillende lezingen gehouden over allerlei verschillende veiligheidsthema's. Vandaag nemen we jullie mee met de rondleiding door de Haagse Hogeschool. We nemen jullie mee naar de afdeling Integrale Veiligheidskunde, maar eerst de bibliotheek. We staan hier voor de bibliotheek van de Haagse Hogeschool. Dit is een hele fijne en rustige plek, omdat je hier in alle rust zelf kan studeren. Daarnaast heb ik voor de minor sociale stabiliteit een literatuuronderzoek moeten doen. En de literatuur is niet beschikbaar vanuit je thuisnetwerk. Daarom moet je dus in de bibliotheek, op de computer, moet je de literatuur opzoeken binnen het netwerk van school. We zitten hier in het lokaal en dit soort lokalen worden gebruikt voor vakken zoals training en professionele vaardigheden. Hierbij leer je jezelf te verkopen, interviewen, solliciteren. Je wordt voorbereid voor je leerarbeidsplan. Ook krijg je hier vakken zoals de IVO. De IVO is een integrale veiligheidsopdracht en die zijn heel erg belangrijk omdat je hier toch een soort van praktische inzicht krijgt. Maar ook krijg je hier vakken zoals Nederlands, want Nederlands is en blijft belangrijk voor school. Nou, je krijgt ook nog andere vakken, dat zijn theorievakken. Dit krijg je waarschijnlijk niet in zo'n lokaal, maar in een veel groter hoorcollegezaal. Denk hierbij aan vakken zoals criminologie, psychologie, maar ook de bestuurlijke kaart van Nederland en nog heel veel andere vakken. Economie, noem het maar op. Hier wordt heel erg integraal opgeleid. We zijn op de faculteit van Integrale Veiligheidskunde. Hier kan je, zoals je ziet, in rust studeren en kan je ook docenten vinden als je ze nodig hebt. Daarnaast is hier het bureau externe betrekkingen. Dat is eigenlijk het landingspunt van de IVK-opleiding. Daarnaast mag je hier altijd naar binnen lopen voor allerlei vragen. Hey, Red. Hey, hallo. Gezellig. Kom erin. Pak een stoel. Pak een stoel. Hallo. Ik ben Annette Verwest, een van de coördinatoren van Bureau Externe Betrekkingen. En dat betekent dat wij studenten ondersteunen in het zoeken naar een leerarbeidsplaats. Zoals jullie weten werkt IVK duaal met leerarbeidsplaatsen en niet met stages. Dat is ook wel het bijzondere van onze opleiding. En vanaf jaar 2 kom ik jullie tegen. Want vanaf jaar 2 gaat het spelen dat je gaat solliciteren, word je allemaal mee geholpen bij allerlei vakken. En uiteindelijk is het bureau externe betrekkingen degene die jullie stapsgewijs mee gaat nemen naar die leerarbeidsplaats. En dat betekent dat je hier altijd binnen mag komen, altijd je vragen mag stellen. We hebben met iedereen ook een uitgebreide intake om te kijken waar ligt nou je eigen netwerk. Want in je eigen netwerk liggen heel veel kansen. En tot nu toe is gebleken dat dat heel vaak gewoon lukt binnen het eigen netwerk. En ik loop al aardig wat jaren mee, dus dit klopt. Ja. Nou, als jullie een keertje na school een drankje willen gaan doen, kan dat dus gewoon om de hoek van de Haagse Hogeschool. Ja, we hopen jullie ook hier tijdens de introductie te kunnen ontmoeten. Mijn naam is Jamila Dorder, ik ben 24 jaar oud en momenteel ben ik derdejaars student IVK. Nou, in het derde jaar heb je een leerarbeidsplaats en ik heb mijn leerarbeidsplaats kunnen regelen bij de politie in Den Haag-Zuid. Nou, hoe heb ik deze leerarbeidsplaats kunnen regelen? Dat heb ik eigenlijk gedaan via bureau externe betrekkingen. Via school kwamen er vacatures open voor de politie en ik ben daaruit uitgekozen. Er waren 70 mensen die interesse hadden
En er waren maar 15 plekken. Dus ik moest wel een hele goede sollicitatiebrief schrijven en een goed sollicitatiegesprek houden. Die was wel digitaal. En toen ben ik hiervoor uitgekozen. Ik wil het liefst 2 jaar lang bij de politie blijven lappen. Het is ook de bedoeling dat we daar 2 jaar blijven. De politie zou dat heel graag willen. En vanuit studenten willen we natuurlijk ook graag 2 jaar blijven. Alleen zou ik wel graag van basisteam willen wisselen. Ik zit momenteel op basisteam Berensteinlaan, Den Haag-Zuid, zoals ik net zei. Maar ik zou het ook wel heel fijn vinden om een ander basisteam mee te maken. Ik ben Nayan, ik ben 18 jaar en kom uit Gouda. Ik ben een tweedejaars integrale veiligheidskunde duaalstudent. Ik heb voor de mijner Koninkrijkszaken gekozen. Bij deze mijner ga je je vooral richten op het Caribisch gebied. Dus bijvoorbeeld de eilanden Aruba, Bonaire en Sint Maarten, Curaçao. Al dat soort eilanden. En je gaat je dan gewoon een beetje met de wet en regelgeving en het bestuur daarvan ga je je bezighouden. Er zijn ook andere mijners die je kan kiezen, zoals bijvoorbeeld industriële veiligheid en sociale stabiliteit. Die heb ik niet gekozen, omdat je bij Koninkrijkszaken vooral heel veel gastcolleges krijgt. Dus krijg je ook heel veel inzichten van mensen die echt uit het werkveld komen en die er echt verstand van hebben. Verder ben ik op zoek naar een labplek. Volgend jaar moet ik namelijk ook gaan lappen en ik hoop via school hoop ik ook een labplek te vinden. Ik ben Mario Flips, ik ben opleidingsmanager van Integrale Veiligheidskunde en Safety and Security Management Studies aan de faculteit BRV, Bestuur Recht en Veiligheid, Haagse Hogeschool. Ik doe dit werk nu 6 jaar. Inmiddels ben ik 12 jaar verbonden aan de Haagse Hogeschool. Verschillende opleidingen gerund, ook als teamleider. En de laatste 6 jaar ben ik opleidingsmanager bij IVK SSMS. Ik wil graag de aankomende studenten meegeven dat de opleiding IVK een enorm leuke opleiding is. Vooral ook omdat het een duaal karakter heeft. Je gaat eerst 2 jaar voltijds naar school en daarna ga je naar een leerarbeidsplaats. Het voordeel daarvan is dat alle studenten dingen die ze hier op de opleiding leren, in de praktijk brengen bij een leerarbeidsplaats. Het effect daarvan is dat bedrijven ook heel erg blij zijn met onze studenten. En hun vaak ook een contract aanbieden na afloop van een leerarbeidsplaats. Dus na 4 jaar studie hebben ze meestal ook direct een baan. Dus in het begin is dat even wennen als je bij ons op de opleiding komt. HBO moet je opnieuw leren studeren. Is toch wat anders dan de HAVO of het VWO of het MBO. Eenmaal gewend liggen er hele grote en mooie perspectieven voor elke student klaar. Hallo allemaal, ik ben Gert-Jan Geling. Ik ben al 5 jaar docent hier bij de opleiding. Ik geef onder meer vakken over radicalisering in cultuur en diversiteit. Jullie komen mij vooral in het 2e jaar tegen. Dus ik zou zeggen, haal vooral het 1e jaar, want het 2e jaar wordt veel leuker. De vakken die je daar hebt. Ik kijk ernaar uit om jullie ook tegen te komen straks. Ja, nu kunnen we elkaar natuurlijk niet in persoon zien, maar vandaar even dit filmpje. Maar ik zou zeggen, schrijf je vooral in voor deze opleiding. Het is een hartstikke leuke opleiding. Leuke vakken, leuke docenten. Je leert er ook echt wat. En je hebt straks goede kansen weer op de arbeidsmarkt. Ik wil zeggen, kom hier vooral en ik hoop jullie vooral nog de hele tijd te zien. Dus, tot dan! Mijn naam is Annemieke Beukelman. Ik werk nu 13 jaar bij de Haagse Hogeschool en ook 13 jaar bij Integrale Veiligheidskunde. In die tijd heb ik heel veel verschillende vakken gegeven, want af en toe veranderen we het curriculum ook wel. Maar voornamelijk zijn het sociologie-achtige vakken, dus sociale wetenschappen. Zodat het meest lijkt op aardrijkskunde en maatschappijleer, geklutst als het ware. Wat je op de middelbare school hebt gehad. Dus de vakken die eigenlijk over de samenleving gaan. Dat zijn de voornaamste vakken. En afstudeerbegeleiding, dat soort dingen doe ik er ook bij. Het is belangrijk dat een veiligheidskundige sociologische vakken heeft gehad. Omdat integrale veiligheid zich natuurlijk grotendeels in de samenleving zelf afspeelt. Het is niet alleen iets van hulpdiensten die daarover regeren. Of de overheid die voorschrijft hoe dat zou moeten gaan. Maar zelfs al werk je wel voor die overheid, dan nog moet je natuurlijk een beetje verstand hebben van hoe de samenleving in elkaar zit om daar beleidsplannen of iets dergelijks voor te kunnen maken. Wat ik tegen aankomende studenten zou zeggen is dat integrale veiligheidskunde een opleiding is waarmee je alle kanten op kunt. Het is een opleiding waar denk ik voor iedereen wel iets interessants in zit. De opleiding is de laatste jaren wel best gegroeid, maar leuk is dat het nog steeds een relatief kleine opleiding is en dat je in ieder geval je eigen klas, maar ook je eigen leerjaar sowieso kent, maar ook dat heel veel docenten weten wie je bent en dat je makkelijk ook bij docenten binnen kunt stappen om eens een vraag te stellen of
gewoon een praatje te maken. Dat kan ook altijd. Mijn naam is Antonio Frank. Ik ben docent aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde en ook Safety and Security Management Studies. Dat is de Engelstalige variant. Binnen IVK geef ik methoden en technieken. Ik geef ook wel IVO's. Dat zijn de integrale veiligheidsopdrachten. Waar we een link maken tussen theorie en praktijk. En daarbij begeleid ik vooral studenten. En daarnaast werk ik ook aan mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Wat ik het leukste vind aan lesgeven op de Haagse, dat is de interactie met studenten natuurlijk. Maar ook het feit dat je ruimte hebt om je kennis verder te ontwikkelen. Dat is super fijn. Nieuwe studenten, wees vooral nieuwsgierig en creatief. Vooral nieuwsgierig zijn is een houding waarbij je, als je dat hebt en vast kan houden, dan triggert je om verder te lezen, om verder te zoeken dan alleen maar wat je in eerste instantie ziet. En dat wil creatief zijn, dat is nodig voor nieuwe oplossingen.